Hallo, welkom bij taalklas.nl, de 8e aflevering vandaag. We gaan het hebben over openbaar vervoer. We beginnen weer met een filmpje. Kijkt u mee? Hallo, mijn vriend Willem is jarig. Hij woont in een flat in de stad. Het is een half uur rijden. Met de auto doe ik dat. Mijn vriend Willem is jarig. Hij woont in een flat in de stad. Het is 20 minuten rijden. Met de tram doe ik dat. Mijn vriend Willem is jarig. Hij woont in een flat in de stad. Dat is met 10 minuutjes rijden. Dus op de fiets doe ik dat. Bij deze halte stopt de tram. Kijk daar! Op de rails komt lijn 10. Hier is mijn strippenkaart. Ik laat hem aan de bestuurder zien. Ik ben de bestuurder van de auto. Ik let goed op het verkeer. Voor het rode stoplicht stop ik. Ja, en bij groen, dan rij ik weer. Ik rijd snel op mijn fiets. Ja, soms is het wel koud hoor. Vooral in de herfst en winter. Nee, fietsen in de zomer, dat is waar ik van hou. Bij deze halte ga ik eruit. Willem woont in die flat. Ik moet de weg nog oversteken. Ik hoop dat de bestuurder oplet. Ik ben de bestuurder van de auto. Ik mag 50 rijden in de stad. Het verkeer van rechts mag eerst. En ik moet stoppen voor het zebrapad. Ik rij op mijn fiets lekker door de stad. Verkeer van rechts mag voor. Hoep, en ik moet stoppen bij het zebrapad. Hé, hey, Margriet op de fiets. Sven in de auto. En Nadra op het zebrapad. Hey. Jullie hebben ook zo'n plant? Ja. Nou, lekker is dat. Nou, mooi is dat. Is dezelfde. Precies hetzelfde. Ja, ik kan het niet meer raken. Vandaag bij me in de studio. Doré, Idris en Gular. Fijn dat jullie er weer zijn. Dankjewel. Hey, wie kan me kort vertellen wat jullie gezien hebben in het filmpje? Gular, jij misschien? Ja. Een vriendin gaat verhuizen. Hij heeft een flat. Hij woont op straat, stad. Ja. En alle vriendin gaat met hem bezoek. Maar jammer, iedereen krijgt dezelfde planten. Ze hebben allemaal hetzelfde cadeau bij zich. Ja. En alle drie een plant. Dus niet meer origineel dan. Hey, hoe gaat Idris, hoe gaat dat meisje naar de verjaardag toe van die Willem? Welke die meisje naar Er was één jong meisje. Ja. Hoe gaat zij daar naartoe? Ze gaat met tram. Ze gaat met een tram, juist. En, weet je ook hoe we dat noemen? Hoe bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld de tram, de trein, de metro. Openbaar vervoer. Openbaar vervoer. Ja, ja. Openbaar vervoer, zo noemen we dat. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dus daar gaan we mee oefenen. Ja. We beginnen met de eerste oefening. Ik noem een woord en jullie, en u natuurlijk ook, moet zeggen welk plaatje daarbij hoort. Het eerste woord is de fiets. De fiets. Gular, de fiets. Is dat plaatje 1, 2 of 3? De fiets staat op plaatje 3. Juist. Gebruik je vaak de fiets? Ik kan niet fietsen. Kan je niet fietsen? Nee. Nee. En jij, Idris? Ik kan wel fietsen, mijn fiets wordt gestolen eigenlijk, maar ja. Heb je dat weer? Idris, voor jou. De strippenkaart. De strippenkaart. Ik zie de strippenkaart op de plaatje 2. Juist. Idris, de tram. De tram. Ik zie de tram op de plaatje 1. Plaatje 1 is de tram. De tramhalte, Doré. De tramhalte. Die tramhalte is op derde plaatje. En waar de tram stopt, noemen we de tramhalte. Juist. Ja. Doré, het stoplicht. Het stoplicht. Het stoplicht op tweede plaatje. Juist. En de agent. De agent, Doré. Die agenten zijn op eerste plaatje. Juist. Idris. Het zebrapad. Het zebrapad. Ik zie de zebrapad. Het zebrapad. Op de plaatje 2. Dus plaatje 2 is het zebrapad. Idris, de rails. De rails. Ik zie de rails op de plaatje 3. Plaatje 3 is de rails.
het hek. Het hek, Idris. Ik zie het hek op het plaatje 1. Plaatje 1 is het hek en hier is het stoplicht weer en daar zijn de agenten weer. De bus, Doré. De bus. Die bus staat op eerste plaatje. Juist. En de trein, Doré, de trein. Die trein staat op tweede plaatje. Juist, het tweede plaatje is de trein. De laatste zijn voor u. De stad, de stad. Ziet u een stad op plaatje 1, 2 of 3? Gular, wat denk jij? De stad. De stad staat op plaatje 3. Juist. Nog één voor u. De auto. De auto. Plaatje 1, 2 of 3. Pilar? De auto staat op plaatje 2. Juist. En de step. De step. Op welk plaatje ziet u een step? 1, 2 of 3? Weet jij dat, Pilar? Plaatje 1. Plaatje 1 is een step. En de winter, de winter. Welk plaatje gaat over de winter? 1, 2 of 3? Gular. De winter staat plaatje 2. Dus plaatje 2 is de winter. De volgende oefening. Geef het goede antwoord. De man rijdt in zijn auto. Idris, de man rijdt in zijn auto. Is dat goed of niet goed? De man rijdt in zijn auto. Is dat goed? Dat is goed. Ja. Juist. Doré. De vrouw wacht op de fiets. De vrouw wacht op de fiets. Is dat goed of niet goed? Is niet goed. Die vrouw wacht op die tram. Juist, hè. Op de fiets hoef je niet te wachten als het goed is. Een fietser moet ook stoppen bij het zebrapad. Een fietser moet ook stoppen bij het zebrapad. Gular. Ik dacht niet goed. Niet goed. Niet goed. Ook een fietser moet stoppen bij het zebrapad. Ja. De vrouw loopt naast het zebrapad. Gular, is dat goed of niet goed? Dat is wel goed. Is wel goed. Nee. Op. Ze loopt er op. Dus het is niet goed. Hè? Als je achter haar kijkt, zie je daar het zebrapad. Ja. En dan loopt ze overheen, loopt ze op. Ja. En als ze ernaast zou lopen, dan is hier het zebrapad. En loopt ze ergens hier. Precies. Dus het is niet goed. Deze zijn voor u. De bus en de tram zijn openbaar vervoer. De bus en de tram zijn openbaar vervoer. Is dat goed of niet goed? Idris. Dat is goed. Dat is goed. En dat noemen we openbaar vervoer. We gaan oefenen met enkelvoud en meervoud. Kijkt u maar mee. Deze rij is enkelvoud. Bijvoorbeeld boek, bank, een beker thee en zomer. Eén boek is enkelvoud en meervoud is twee boeken. Dus deze rij is meervoud en de eerste rij is enkelvoud. We kunnen dat meervoud op twee manieren maken. Namelijk door en achter het woord te zetten of s. Nou, laten we kijken. Eén boek, twee boeken. We zetten en achter het woord. En hier staat hij nog een keer. Dus één boek, twee boeken. Eén bank, daar zetten we ook en achter. Vier banken. Dus boeken en banken. Eén beker thee, twee bekers thee. Dus hier komt een S achter. Eén beker, twee bekers thee. En ook bij zomer, dat is één zomer en 10 zomers. Dus daar plakken we weer een S achter. Dus u kunt het meervoud maken door en achter het woord te plakken of een S. Het is best een beetje lastig, maar daarom gaan we er ook mee oefenen. Zeg de woorden in het meervoud. Dus maak er meer van. Gular. Eén fiets, twee... Fietsen. Twee fietsen, juist. Nog één voor jou, Gular. Eén stoplicht. Twee stoplichten. Juist. Idris. Eén strippenkaart, twee... Strippenkaarten. Juist. Gewoon en erachter. En achter, ja. En deze twee zijn voor u. Eén gang, twee. Eén gang, twee, gang. Moet er en achter, een S. Doré, wat denk jij? En. En, hè? Dus dan wordt het gangen. Een gang, ja. En nog één voor u.
één schrift en twee schrift. EN erachter of een S, Doree? EN, schriften. Eén schrift, twee schriften. Nu gaan we oefenen met een S erachter. Eén tram, twee, Idris? Trammen? Nee. Oh, trams. Trams. Eén tram, twee trams. Nog één voor jou, Idris. Eén beker, twee... Bekers. Bekers, hè, die stond net ook in het voorbeeld. Hm. Eén bestuurder, Gular. Twee bestuurders. Met een S erachter. Deze is voor u. Eén zomer, twee... Gular? Zomers. Twee met zomers, S. Met een S erachter. Nog één voor u. Eén emmer, twee emmer. Idris? Emmers. Twee emmers, juist. Best een beetje lastig, hè? Maar nu staan ze door elkaar. Dus nu moet je gaan kiezen tussen EN of een S erachter. Doré. Eén tram, twee... Tremmen. Twee trams. Trams? Ja. Juist. Heb je goed? Ja. Nog één voor jou. Eén agent, twee... Agenten. Twee agenten. Ja. Idris, één gordijn, twee... Gordijnen. Twee gordijnen. Juist. Idris, één zomer, twee... Zomers. Zomers, juist. Eén stoplicht, Gular. Wat is het meervoud van stoplicht? Stoplichten. Twee stoplichten. Eén flat. Wat is het meervoud van flat, Gular? Flats. Flats. Met S. Juist. En één bestuurder. Het meervoud van bestuurder. Doré? Bestuurders met S. Bestuurders met S, juist. En de laatste voor u. Eén gang, twee of drie. Doré? Gangen met gangen. EN. Juist. Nou, dat ging hartstikke goed, toch? Ja. Ging bij u ook goed? Ja hoor. Mooi. En hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Maken jullie vaak gebruik van het openbaar vervoer? Doré? Nee, ik maak heel weinig. Heel weinig? Ik heb eigen vervoer, dus ik rijd zelf auto. Ik rijd zelf auto? Ja. En maak je ook gebruik van de fiets? Nee, heel ook weinig ook. Heel weinig. Ja. Liever lekker in de auto. Ja. Is wel zo makkelijk, toch? Heel makkelijk. Ja. En jij, Idris? Ja, ik gebruik auto. Ja? En heel weinig vervoer. Oké. Okay. En ik ook soms fietsen. Ook de fiets. Ik heb ook een mooie maar fiets. Niet de trein of de bus? Heel weinig maar. Heel weinig. Ja. Niet zoveel. Nou, het volgende liedje gaat over openbaar vervoer. Kijkt u mee. Leen de Groot die voetbalt graag. Dat doet hij bij FC Den Haag. De fiets staat klaar in het rek. O jee, zijn achterband is lek. O jee, zijn achterband is lek. Dus gaat hij maar niet fietsen, want dat gaat niet met zo'n achterband. Hij kijkt eens naar dat kleren ding. De auto is de oplossing. De auto is de oplossing. Leen de Groot is gek op rijden. Liever niet op drukke tijden. Sturen vindt hij o zo fijn. Maar niet als er veel files zijn. Maar niet als er veel files zijn. Wat ziet Leen daar tot zijn schrik? Dat kan toch niet, o jee, verhip. Een spijker in zijn achterband. Hoe is dat daarin beland? Hoe is dat daarin beland? O nee, riep Leen te krijzen. Moet ik met de bus gaan reizen? Hij zoekt de kaart met tegenzin. Die stempelt de chauffeur voorin. Die stempelt de chauffeur voorin. Hij houdt de strippenkaart goed vast, zodat geen auto hem verrast. Hij kijkt uit als hij oversteekt, zodat hij niet zijn botten breekt. Zodat hij niet zijn botten breekt. Leen komt bij de halte aan en ziet een man in tranen staan. Toen zei de treurige meneer, de bus die rijdt vandaag niet meer. De bus die rijdt vandaag niet meer. De man verklaarde toen aan Leen, de bus reed door een greppel heen. De achterband die is nu plat, Leen dacht nu ben ik het zat. Leen dacht nu ben ik het zat. Leen dacht zo'n lekke achterband, dat vind ik toch wel irritant. Hoe ga ik naar FC Den Haag? Op rolschaatsen ga ik vandaag. Op rolschaatsen gaat hij vandaag. Tja, wat een pech heeft die meneer. Hey, we zijn al een paar weken bezig met werkwoorden. Weten jullie nog wat dat zijn, werkwoorden?
Idris. Ja, werkwoorden zijn doewoorden. Juist. Kijken, lopen bijvoorbeeld. Je geeft een goede voorbeelden. Kijken, lopen, fietsen, doen. Hè? Dat zijn allemaal voorbeelden van werkwoorden. Nou, we gaan weer even oefenen met deze werkwoorden. Kies het goede woord. Ik, puntje, 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 in mijn auto. En we kunnen kiezen tussen de woorden stoplicht, rijd en agent. Doré, wat is het goede werkwoord, denk jij? Ik rijd in mijn auto. Ik rijd in mijn auto. Juist. Nog één voor jou, Doré. Jij, puntje, 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 je strippenkaart. Fiets, tram en stempelt. Jij tram, jij stempelt, jij strippenkaart. Ja? Ja. Jij stempelt je strippenkaart. Ja. Juist. De volgende. Hij, puntje, puntje, naar links en rechts, Idris. En je kan kiezen tussen kijkt, tramhalte en drinkt. Hij kijkt naar links en rechts. Hij kijkt naar links en rechts, juist. Nog één voor jou, Idris. De kinderen, puntje, 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 op straat. Zomer, voetballen of strippenkaart. De kinderen voetballen op straat. Juist, de kinderen voetballen op straat. De volgende zijn voor u. Ik, puntje, 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 mijn strippenkaart, puntje, puntje, puntje. U kunt kiezen tussen stad vast, keuken vast of hout vast. Wat denkt u? Wat is het goede werkwoord? Gular, wat denk jij? Ik houd mijn strippenkaart vast. Juist. Ik houd mijn strippenkaart vast. En dat werkwoord bestaat uit twee delen, twee woorden. Houd en vast. Ja. Maar het is echt één werkwoord. Vasthouden. Ja. En nog één voor u. Wij puntje, puntje, puntje met de tram. U kunt kiezen uit rijden, zomer en flat. Wij puntje, puntje met de tram. Gular? Wij rijden met de tram. Wij rijden met de tram. Juist. En dat was de laatste alweer. Dit is weer een werkwoordsoefening. U moet nu rekening houden met de persoon. Idris, zou jij eerst de zinnen willen oplezen en zou je dan willen zeggen welke zin goed is? Ja. Ik voetballen met de jongen. Ja. Ik voetbal met de jongen. Ik voetbalt met de jongen. En welke is goed? De zin 2 is goed. Ik voetbal met de jongen. Kan je het ook uitleggen voor de mensen thuis? Ja. De persoonsvorm is zonder T en ook zonder EN. En ik-stam heeft. Ik voetbal. Ja. He, je hebt het woordje ik en daarom krijg je geen T of EN erachter. Ja. Ja. Juist. Doré, deze drie zijn voor jou. Ik stuur naar links. Dat woord je jij. Hè? Jij stuurt naar links. Ja. Jij stuurt naar links. Jij sturen naar links. En dus welke is goed? En eerste is goed. Jij stuurt naar links, omdat het met T en tweede persoon is het. Juist, hè? Het is jij. Ja. En bij jij krijgen we een T bij. Ja. Voor jou Doré nog eentje. Hij fietst met de... Lastig is dat, hè? Hij fietst met hij de fiets. Hij fietst met de fiets. Hij fietst met de fiets. Hij fietsen met de fiets. Ja. En welke is goed? Nummer 2 is goed. Hij fietst met de fiets. Dus hij fietst met de fiets. Hè? Het klinkt een beetje raar. Fiets, maar hij is tweede persoon, dus T komt op het einde. Er staat hier een T en dat klopt, want we hebben de hij-vorm. Juist. Ja. De laatste zijn weer voor u. Ik lees ervoor. Wij steken de straat over. Wij steek de straat over. Wij steekt de straat over. Welke zin is goed? 1, 2 of 3? Gular, wat denk jij? Welke is goed? Eerste zin is goed. Wij steken de straat over. Meervoud. Dus krijgt EN. Juist, nou, dat heb je helemaal mooi uitgelegd. Zou je de volgende zinnen voor willen lezen voor de mensen thuis? Oké. Okay. Jullie stapt in de auto. Jullie stappen in de auto. Jullie stappen in de auto. Goeie zin, tweede. Jullie stappen in de auto.
hè, bij jullie, dat is meervoud, dat zijn meerdere mensen. Yeah. En dan krijg je en en die staat bij zin 2. Goed gedaan. In de volgende oefening moet u het goede woord kiezen. Wat is goed? Stop je achter een rood stoplicht of voor een rood stoplicht? Dus stop je achter een rood stoplicht of voor een rood stoplicht? Welk woord gebruik je daar? Achter of voor? Doree. Natuurlijk, jij stopt voor die stoplicht. Je stopt voor. Dat vind je wel natuurlijk. Ja. Wel logisch. Ja. En je gaat er niet achter staan. Nee, dat je kan niet. Er voor. Dan sta je midden op het kruispunt. Precies. Als je niet uitkijkt. Ja. Rijd je tussen de fiets of op de fiets? Idris. Je rijdt op de fiets. Je rijdt op de fiets. Juist. Is het ik lopen of ik loop? Gular. Ik loop. Ik loop. Juist. En Gular, is het wij rijden of wij rijden? Wat is goed? Wij rijden is goed. Wij rijden is het goede antwoord. Deze is voor u. Gooi je afval weg of uit? Hè, kan je zeggen ik gooi afval weg of ik gooi afval uit? Gular, wat denk jij? Je afval weggooien. Dat heb je helemaal goed. Je gooit afval weg. Yeah. En de laatste voor u. Wat doe je? Hou je je strippenkaart in of hou je je strippenkaart vast? In of vast? Wat denkt u? En Gular, wat denk jij? Je houdt strippenkaart vast. Je houdt de strippenkaart vast. Juist. We zijn alweer bij de laatste oefening, de puzzel. Ik zal de zinnen voorlezen. Je stopt voor rood. Je wacht daar op de tram. Je stempelt het af. Hij rijdt in een politieauto. Je loopt erover. En het is openbaar vervoer. En nu de woorden. Agent. Tram. Stoplicht. Zebrapad, tramhalte en strippenkaart. Idris, ik vind dat jij wel mag beginnen. Ja, goed. Je stopt voor rood. Stoplicht. Een stoplicht, juist. Nog één voor jou, Idris. Mm-hmm. Je wacht daar op de tram. Waar wacht je op de tram? Tramhalte. Bij de tramhalte, juist. Doree. Je stempelt het af. Strippenkaart. Strippenkaart, stempel je af. En hij rijdt in een politieauto. Een agent rijdt in die politieauto. Juist. En de laatste twee zijn weer voor u. Je loopt erover. Je loopt erover. Gular. Zebrapad. Je loopt over het zebrapad. En de laatste voor u. Het is openbaar vervoer. Het is openbaar vervoer. Nou, Gular. Tram. De tram, hè, is een voorbeeld van de openbaar vervoer. En dat was alweer de puzzel. Als u meer wilt oefenen, dan kan dat. De moeite waard om meer te oefenen. Als u het nog een beetje lastig vindt, vraag iemand om te helpen. Want u kunt er heel veel van leren. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik wil jullie drie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. Dank je wel. Ik wil u ook bedanken voor het kijken. Ik hoop dat u weer het een en ander geleerd heeft. Wilt u nog meer leren, dan zou ik zeggen tot de